Dit is het zevende lunchwebinar van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIFI, afdeling elektrotechniek. Ik ben Koos Koster en vanmiddag ben ik uw moderator. Eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Wil iedereen zijn microfoon en zijn camera uitzetten? Het staat iedereen vrij om vragen te stellen via de chat. Wel graag alleen vragen aan de spreker op de chat zetten en geen onderlinge discussies. Daar hebben we geen tijd voor en het is ook, de chat is daar niet echt geschikt voor. De vragen zullen we tijdens en aan het eind van de presentatie behandeld worden. Daarnaast de mededeling dat deze sessie opgenomen wordt. Deze is terug te zien op YouTube. Een deelname aan dit webinar betekent dat u akkoord gaat met de opname. Heel in het kort iets over onze ingenieursvereniging KIFI voor de niet-leden. We zijn de grootste ingenieursvereniging en dit jaar bestaan we 175 jaar. We zijn jong en springlevend. In deze coronatijd hebben wij ons als vereniging aangepast door webinars en lunchwebinars te organiseren. Het voordeel dat je meer belangstellenden kunt bereiken. We hebben voor vandaag de laatste meting om 10 uur is 134 aanmeldingen, waarvan 84 KIFI-leden, 37 medewerkers van gemeenten, provincies en andere overheid, 44 personen uit de energiesector en jammer genoeg slechts 2 studenten. We hadden gehoopt dat er wat meer zouden deelnemen. Door het maandelijks terugkeren kunnen we ons verheugen op een groeiende belangstelling. En kijkt u verder op kifi.nl naar alle vak- en regiogroepen en groepen voor studenten. En vergeet niet te kijken wat er allemaal georganiseerd wordt. Wellicht is dat voor u of uw collega een reden om lid te worden. We zijn in een tijd geleden gestuit op een belangrijk aspect in de energietransitie, namelijk de opslag van energie. Of beter gezegd, de Ocean Battery van Ocean Grazer. Het bedrijf Ocean Grazer is een Nederlandse start-up en een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit bedrijf wordt geleid door Frits Bliek en Max Duursma, twee professionals met meer dan 20 jaar ervaring in de maritieme en energiesector. En door Marijn van Rooij, die afgelopen 5 jaar heeft besteed aan onderzoek met betrekking tot de Ocean Battery concept. Op dit moment werkt men hard om de Ocean Battery naar de markt te brengen. Onlangs heeft de Ocean Battery een award gewonnen in de categorie Best of Innovation, Sustainability, Eco Design en Smart Energy. En extra leuk, Marijn van Rooij van Ocean Grazer is dit jaar finalist van de Prins Frizo Energieprijs. Met recht dus een belangrijk stukje Hollands glorie waar we u vandaag over gaan informeren. Voor dit webinar hebben we Frits Bliek bereid gevonden deze methode van energieopslag toe te lichten. Frits Bliek is afgestudeerd aan de Universiteit Groningen, is 53 jaar oud en woonachtig in het mooie Westerbroek, een klein dorp in de gemeente Midden-Groningen met 865 inwoners. Maar voor ik verder uitweid over toeristische attracties, geef ik nu snel graag het woord aan Frits. Nou, Koos, dankjewel voor de mooie introductie. Leuk dat ik hier kan spreken en onze mooie, echt Nederlandse innovatie met jullie kan delen. Want ik ben er namelijk echt van overtuigd dat wat wij bedacht hebben echt alleen door Nederlanders bedacht kan worden. En dat dat niet puur toeval is, maar het is iets gebaseerd volgens mij op puur Hollandse kennis. Hoe dat precies zit, dat ga ik jullie zo meteen laten zien tijdens de presentatie. Maar ik wilde eigenlijk eerst even beginnen met ons korte introductiefilmpje. Omdat dat eigenlijk gewoon een heel mooi overzicht geeft van waarom nou zeg maar onze oplossing zo mooi past in de energietransitie. En vooral ook waarom we offshore energieopslag nodig gaan hebben. Dus ik start met een filmpje en ik zal daarna verder gaan met mijn presentatie. The planned global production of offshore wind for the year 2050 exceeds 1,150 gigawatt. Soon, weather conditions will dictate the timing of renewable energy production, causing large fluctuations, oversupply, resulting in negative energy prices, and eventually blackouts, will create a huge market for large-scale energy storage. The Ocean Battery is an offshore energy storage system that can be deployed at the source of power generation, managing the flow of electricity through the power grid and balancing supply and demand. The Ocean Battery energy storage solution can be deployed in existing and new offshore wind farms.
It reduces local peak loads and optimally coordinates supply and demand of electricity. Utilizing the existing infrastructure in a more efficient way, wind farms can keep producing in all weather conditions without the risk of destabilizing the power grid. The design is scalable and modular. Multiple units are easily coupled to expand the storage volume and power capacity. With a long lifetime and unlimited charge and discharge cycles, the Ocean Battery delivers an affordable and reliable storage solution. Located on the seabed, Ocean Battery is ready to meet the future energy storage needs, guaranteeing the security of supply. The Ocean Battery is a pumped hydro system in a box that provides eco-friendly utility-scale energy storage. It is based on hydro dam technology that has proven itself for over a century as highly reliable and efficient. The technology does not require rare earth materials and uses clean water as the energy carrier. When excess renewable energy is routed to the Ocean Battery, it pumps water from the rigid underground reservoirs into the flexible bladders on the seabed. Now the energy is stored as potential energy in the form of water under high pressure. When there is a demand for power, water flows back from the flexible bladders to the low pressure rigid reservoirs, driving multiple hydro turbines to generate electricity. With the scalable, reliable, and eco-friendly energy storage solution of the Ocean Battery, we are prepared for large-scale offshore power generation. Sorry, Frits, ik breek even in. Ik wil graag Nienke en Koen en Ionka graag verzoeken om de camera uit te zetten. Oh, ja, goed. En het geluid ook, alsjeblieft. Dankjewel. Frits. Goed, ga Koen? Ik door met mijn presentatie. Goed zo. Nou, ja, eigenlijk hebben we alles nu gezegd, hè. Jullie weten nu helemaal wat de Ocean Battery is en waarvoor we hem gebouwd hebben, maar... Ik denk dat er nog heel veel interessante andere details zijn die ik met jullie kan delen. Maar denk heel even als eerste. We zijn natuurlijk ontzettend trots dat wij die SES Innovation Award hebben gewonnen in Las Vegas in het begin van dit jaar. Ja, SES is volgens mij toch echt wel het meest invloedrijke technologieplatform ter wereld. En dat hebben we ook gemerkt. We worden op het moment uiteindelijk platgebeld, denk ik, door zo'n beetje iedereen die daar wel interesse in heeft. En dat is op denk ik ook heel erg goed, want we maken een oplossing die wij ontwikkeld hebben in principe om het energieopslagprobleem wereldwijd op te gaan lossen. En daarmee hebben we in ieder geval een basis, denk ik, ontzettend mooi exportproduct van de BV Nederland. En ik denk dat we daar ook alle mankracht voor nodig gaan hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar misschien toch eens heel even terug naar waar doen we nou allemaal voor? Als we kijken naar onze plannen voor offshore wind. Op dit moment hebben wij zo'n beetje 60 gigawatt aan offshore windcapaciteit gebouwd wereldwijd. En de plannen zijn om dat uit te gaan breiden naar 1200 gigawatt in 2050. En dat is nogal wat. Want als je kijkt naar het huidige opwekkingspark in Europa, dan is dat ongeveer ook 1200 gigawatt. Dus dat betekent dat we eigenlijk gewoon een compleet nieuw high voltage systeem offshore willen gaan bouwen met elkaar. Dat is ook nog een heel bijzonder netwerk wat we daar gaan bouwen. Nou, dat bestaat eigenlijk vrijwel alleen uit opwekkingseenheden. En naast wind zullen we daar denk ik ook nog een hele hoop drijvende zonnepanelen tussen gaan zien. En de vraag is, wat gaan we nou doen, zeg maar, als we zoveel stroom offshore gaan opwekken? Hoe hou je dat systeem in balans? Maar ook in praktijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat we om 12 uur 's nachts, als het niet waait, nog steeds stroom hebben als er geen zonlicht is en ook geen wind beschikbaar is? Nou, wat je moet doen is uiteindelijk zorgen natuurlijk dat je uiteindelijk flexibiliteit genereert en zorgen dat je vraag en aanbod beter bij elkaar kan brengen. Je ziet dat mooi in dat plaatje rechtsbovenin, een schematische voorstelling van hoe dat dan werkt. Die blauwe lijn, dat is in principe zeg maar zoals het gemiddelde vraagprofiel er zo'n beetje uitziet, met een piek in de ochtend en een piek in de avond. En dat wind
profiel dat waait wanneer het waait. En je hebt dus op een bepaald moment heb je gewoon een duidelijke overproductie. In Nederland gaat er nu heel veel aandacht uit naar het converteren naar waterstof toe. En dat is zeker... mag ik even inbreken? Ja? Ik mis de presentatie op het scherm. Ik begrijp dat je een presentatie aan het delen bent, maar ik zie hem niet. En ik zie ook dat anderen dan ook niet... Ga ik het nog een keer opnieuw proberen? Gaat daar iets niet goed? Jij blijft in beeld. Dat erg is, maar... Nee, maar ik bedoel inderdaad mijn uiterste best om een presentatie met jullie te delen. En ik ga ervan uit dat jullie ook iets kunnen zien. Nee. Het is een beetje jammer als dat niet lukt. Even hier nog zorgen dat hij dan naar presentatiemodus overgaat. Als het goed is, zou dat zo goed gekomen moeten zijn. Inderdaad, ja. Je bent aan het delen. Ja, heel goed. Zeker. Dank je. Ja, fijn. Dank je voor de interventie, Koos. Dus hier nog even die targets van 1200 gigawatt. Hè. Dus dat is echt gewoon een enorme capaciteit die we met z'n allen aan het bouwen zijn. Ook fantastisch vind ik dat nu lukt om dat concurrerend te krijgen met conventionele opwekking. En daarmee is volgens mij ook echt het pad vrij om die energietransitie vorm te gaan geven. Want het wordt nu dus gewoon aantrekkelijker om stroom op te wekken met duurzame bronnen. In plaats van dat we al onze olie- en gasvoorraden de atmosfeer in blazen. Hier nog even weer terug naar dat plaatje rechtsboven waar je die mismatch ziet in supply en demand. Hè. En je moet dus iets gaan doen zeg maar, om te zorgen dat er de korten die hier zijn op momenten dat er gewoon onderproductie is, dat je die gaat invullen en de momenten van oversupply, zeg maar, die kun je dan inderdaad converteren naar waterstof toe. Niet een proces met een superhoge efficiëntie, maar dat is natuurlijk voor seizoensopslag fantastisch. En daarnaast zijn er ook natuurlijk veel toepassingen die gebruik maken van gas. Dus dat heeft ook zijn eigen markt. Maar je zult toch iets moeten doen om ook die gaten op te gaan vullen. En energieopslag kan veel efficiënter als converteren naar waterstof toe. Dus. En waarschijnlijk wil je eerst uitbalanceren en dan pas gaan converteren. Nou, in je huidige markt zeg maar, zie je daar ook al gewoon echt de eerste tekenen van komen. Dit is een plaatje zeg maar, van de day-ahead-markt waar je gewoon elektriciteitsprijzen negatief ziet worden. Omdat uiteindelijk er een oversupply aan duurzaam is. En dat hebben we 2 jaar geleden voor het eerst in Nederland gezien. Hè? Op het moment dat de vraag gezakt was door COVID ineens. Toen zag je voor het eerst dat in Nederland daar de eerste uiteindelijke piekjes van de ijsbergen boven water komen. Zoals ik het altijd maar zeg. Dat er uiteindelijk gewoon te veel geproduceerd werd aan duurzaam. En er te weinig vraag was. Nou, als operator van een windpark zeg maar, is dit natuurlijk killing. Hè? Op het moment dat jij moet gaan betalen om jouw stroom af te kunnen zetten op de markt in plaats van dat je er geld voor krijgt. En dan is zelfs een paar uur per dag dat al te veel om uiteindelijk een winstgevend project neer te zetten. Dus dat willen we met z'n allen niet. En dat zal naar de toekomst alleen maar toenemen op het moment dat daar geen buffering mogelijk is in het elektriciteitsnet. Dus daar heb je dan een energieopslagsysteem voor nodig. En in het plaatje hier aan de linkerkant zie je een beetje wat zeg maar de hoeveelheid curtailment die je in de UK op dit moment ziet plaatsvinden. Zeg maar. Dat zie je inderdaad toenemen. Dat zit op in 2020 al zat dat al op 6%. En dat heeft een marktwaarde van ongeveer €1 miljard per jaar. Dus dat zijn ook echt wel hoeveelheden waar je wat mee kan. Betekent ook wel dat je natuurlijk serieuze opslagsystemen moet gaan bouwen. Maar daar zit dus ook voldoende waarde in om dat soort systemen terug te gaan verdienen. Dat is denk ik in heel erg plat de business case die daar achter zit. Als je nog wat dieper gaat kijken, dan is naast dat je natuurlijk niet wil verkopen bij negatieve prijzen. Er ook nog wel een reden om te gaan kijken van hoe kan ik nou uiteindelijk zeg maar meer stroom aan land gaan krijgen. Je hebt natuurlijk een kabel die vanuit dat windpark naar land toe loopt. Dat is op het moment, dan zijn dat nog, ik zeg altijd maar gewoon puntkoppelingen naar het land toe. Maar dat gaat dus een compleet nieuw hoogspanningsnet worden. Dat zal ook omgebouwd worden deels met het transmissienet naar HVDC koppelingen. En dan zul je er toch echt voor moeten zorgen dat die capaciteit past. Want zo'n HVDC-lijn die kun je niet ineens maar zomaar even 5% of 10% overbelasten. Wat met de huidige AC-koppelingen nog wel kan. Maar door meer windturbines achter diezelfde aansluiting te kunnen plaatsen en die pieken af te toppen. Kun je uiteindelijk gewoon meer energieopbrengst krijgen per vierkante kilometer. En dat is echt niet onbelangrijk. Hè? Want als we hier op het land staan dan denken we al, er is plenty of room
offshore, maar ook die Noordzee, die is ongelooflijk druk. En daar zijn vissers actief, daar is heel veel scheepvaart. En daar is het daartussen ook nog ruimte voor een paar windparken. Maar dat is echt wel, ook al daar zeg maar, concurrentie voor de ruimte die er gewoon beschikbaar is om duurzame energie op te wekken. Maar het curtailmentpunt lijkt me net ook evident, hè, dat je niet je windparken gaat aftoppen in hun productie omdat het niet past in het net. Dus dat zou je niet willen. En wat voor een windparkoperator ook erg belangrijk is, is dat in het elektriciteitssysteem vraag en aanbod van energie continu in balans moet zijn. Lukt dat niet op een of andere reden om te beloven dat jij inderdaad de vraag ook geproduceerd krijgt. En of het zelfs iets te kort of iets te veel is, Tennet die grijpt dan in. Die zorgt dat de vraag en aanbod weer in balans komen. En legt de rekening daarvan terug bij degene die uiteindelijk die stroom op de markt gezet heeft. Dus ja, daar zit ook echt wel een serieuze kostpenalty achter die je graag wil voorkomen. Maar goed, en daarnaast zou je natuurlijk ook een oneindige netwerkcapaciteit neer kunnen leggen op zee. Dat is net als op de snelweg, we kunnen rijstroken bij blijven bouwen om meer capaciteit te hebben. Maar we kiezen er dan toch uiteindelijk voor om aan toereducering te doen. En dat is feitelijk ook wat je met grootschalige opslag zou willen. Maar als je dan naar de technische oplossingen kijkt die er beschikbaar zijn zeg maar, voor energieopslag. Dan kun je die grofweg in drie categorieën indelen. Dat zijn systemen die met name voor korte termijn opslag bedoeld zijn. Dat zijn systemen die zijn heel geschikt voor bulk shifting. Dat je echt grote volumes energie van het ene moment naar een paar uur later of misschien zelfs een paar dagen later gaat verplaatsen. En dan zijn er een aantal opties zeg maar, om uiteindelijk aan seasonal storage te gaan doen. Maar eigenlijk zijn al die systemen alleen maar geschikt om op land toe te gaan passen. En is er helemaal geen oplossing offshore beschikbaar. En dat is natuurlijk op zich gek, want als je 1200 gigawatt aan productiecapaciteit hebt staan, je moet ook dat lokaal of dat net offshore zeg maar, gaan zitten balanceren, dan zul je ook daar een oplossing voor moeten hebben. En dat is eigenlijk waar bij ons de zoektocht begonnen is. Hoe kun je dat dan doen en wat is daar dan voor oplossing? En daar hebben we uiteindelijk de Ocean Battery voor ontwikkeld. Maar dan is daarnaast denk ik ook nog goed om te kijken naar waar zit die markt nou. Want die 1200 gigawatt die wordt dan wereldwijd gebouwd. Maar als je kijkt naar de huidige plannen tot 2035 toe. Dan zie je dat 95% van al die windparken gebouwd wordt in wateren tot zo'n beetje 50, 60 meter diep. Dus je moet ook iets gaan bouwen zeg maar, wat uiteindelijk geschikt is voor relatief ondiepe wateren. En dat is wel iets zeg maar, waar wij een hele tijd mee hebben zitten stoeien. We hebben eerst eigenlijk een systeem ontwikkeld voor uiteindelijk met name die diepe wateren. Dat was op zich aantrekkelijk, want zoals we net ook in dat filmpje hebben gezien, maken wij gebruik van waterkrachten als basisprincipe. En dat betekent natuurlijk naarmate je dieper gaat, er meer druk opgebouwd wordt in het systeem. En daarmee heb je uiteindelijk gewoon meer opslagcapaciteit per volume eenheid aan water die je daarin opslaat. Dus dat, als je met dat je heel diep gaat, dan lijkt het in eerste instantie of je daar heel kostenoptimaal kunt zijn. Dat je gewoon veel capaciteit krijgt voor een relatief lage, maar in ieder geval materiaalkosten. Dat werkte, in ieder geval het ontwerp dat we daarvoor gemaakt hebben, dat werkte prima. Maar het was voor ons heel lang lastig om iets te verzinnen wat dan uiteindelijk ook in die ondiepe wateren toepasbaar zou zijn. Dus op het moment dat wij dan met windparkontwikkelaars in de Noordzee gaan praten, hoe maak je dat dan geschikt voor de Noordzee? Want daar is het niet zo diep en werkt dat dan wel? Daar zijn we uitgekomen en uiteindelijk vind ik het ontwerp er daar heel simpel van uitzien. Wat jullie ook in het filmpje hebben gezien, we maken gebruik van grote zakken die we op de bodem van de zee leggen. Daar doen we ons proceswater in en dat water komt onder druk te staan van feitelijk het water wat hierboven staat, het zeewater wat er boven opdrukt. Dus die flexibele zakken die worden in elkaar gedrukt zeg maar, door dat zeewater. Dan ontstaat de druk van een paar bar. Dat wordt dan door buizen omlaag geleid. Hier onderin staan de pompen en turbines. Daarmee wordt dan de waterkracht omgezet naar elektriciteit toe. En dan door deze buizen stroomt het dan in een rigide reservoir wat in de zeebodem ingegraven is weer uit. Dan is op het moment dat die zakken hierboven helemaal leeg zijn en die buizen hieronder gevuld zijn, dan is het hele systeem ontladen. En op het moment dat je het weer wil gaan opladen, zeg maar Frits,
Ik moet weer even inbreken. Even kijken hoor. Er staat, je deelt nu een hele andere pagina. Niet meer de presentatie. Ik heb geen idee waar dat precies door misgaat. Maar ik ga opnieuw een poging doen om de goede te delen. Zien jullie weer zo mijn presentatie? Ja, helemaal goed. Nou, fijn. Blijkbaar ergens op een verkeerd knopje geduwd, vrees ik. Maar goed, nog even kort, zeg maar, die flexibele zakken die zie je hier op de bodem liggen. Hier is die verticale schacht waar het water doorheen loopt. De pomp en turbines hieronder en hieronder zijn die rivierenreservoirs. Dus op het moment dat die zakken hierboven leeg zijn, dan is het systeem ontladen. En op het moment dat je weer wil gaan opladen, dan zet je die pomp en turbines aan. En dan gebruik je dus feitelijk energie die uit windturbines overblijft om het water weer omhoog te pompen, dan maak je die zak hier weer vol. En op het moment dat die zak helemaal gevuld zijn, dan is het systeem weer helemaal opgeladen. Dus uiteindelijk is dat exact hetzelfde als ook een punt hydro storage installatie werkt. Daar heb je een bekken boven ergens in de berg. Daar zitten ergens onderweg pompen en turbines. Dan wordt het water in een bassin wat lager gelegen is ontladen. En in de omgekeerde cyclus wordt dan het water weer omhoog gepompt met energie die op een andere manier over is in het energiesysteem. En zo heb je ook daar zeg maar een flexibele capaciteit gebouwd om uiteindelijk het energiesysteem te kunnen balanceren. Dat is veruit de grootste technologie die op dit moment beschikbaar is voor storage op de markt. Volgens mij dekken ze ongeveer 90% van de opslagcapaciteit af op dit moment wereldwijd. En het is ook behoorlijk efficiënt. Het heeft een roundtrip efficiëntie van 80%. Dus dat kan concurreren met de beste batterijen die er zijn. En een van de mooie dingen vind ik aan waterkrachttechnologie is, het bestaat al meer dan een eeuw. Er zijn zelfs waterkrachtcentrales die draaien ook al een eeuw. En ja, die pompen en turbines die daarvoor gebruikt zijn, die zijn inmiddels zo uitontwikkeld, zeg maar, dat daar vrijwel geen onderhoud meer aan nodig is. Een van de belangrijkste componenten zeg maar, die daarin verslijt, dat zijn uiteindelijk de lagers. En die hebben een gemiddelde mean time to failure van 1300 jaar. Dus die dingen die staan wel een tijdje te draaien. Dus wij maken feitelijk gebruik van exact dezelfde technologie. En dat betekent ook dat de betrouwbaarheid van zo'n systeem ontzettend hoog zal zijn. Maar ook de levensduur. Dus wij geven nu aan dat we dat in ieder geval minimaal kunnen garanderen voor 20 jaar. Maar voor hetzelfde geld gaat ons systeem ook 100 jaar mee. En dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat we straks ook... Goedemorgen, wie is dat? Opname is gestart. Ja, kunt u misschien uw microfoon uitzetten en uw beeld uitzetten dan? Hou toch op met de gelul. Is het nou weer? Je zit midden in een webinar. Wil je even deze weer afsluiten? Goed, ik ga even door met mijn verhaal. Dus dat betekent dat wij een systeem hebben zeg maar, wat ontzettend betrouwbaar is. Even Frits, gaat nu iets helemaal verkeerd. Je deelt niet meer, zie ik. En meneer Dominique, die is net binnengekomen. Wilt u de camera uitzetten? Wilt u uw camera uitzetten? Dank u wel. Meneer Dominique, wilt u uw camera uitzetten? Goed. Dank u wel. Kan je weer delen, Frits? Ga ik weer mijn scherm delen. Het is een beetje improviseren vandaag. Dat houdt het in ieder geval levendig. Want het is toch altijd lastig als je het gewoon het publiek niet kan zien als je het presenteren bent. Jij bent nu wel mooi zichtbaar, dus houden we zo. Goed, gaan we doen. Ik hoop dat het ook niet weer eruit springt. Misschien dat er toch ergens in de techniek iets zo niet helemaal lekker gaat. Maar hou me op de hoogte als het weer misgaat, hè, Koos. Maar wat denk ik een heel ander belangrijk aspect is dat we ook kunnen aanpassen zeg maar, aan de grootte waar we behoefte aan hebben. Want een van de kernkrachten denk ik van zonnepanelen en ook windturbines is dat het kleine units zijn. En dat we elke keer als we een nieuwe windturbine bouwen, maar ook als we nieuwe zonnepanelen maken, feitelijk weer met een betere versie komen als wat we gisteren gebouwd hebben. Daarmee kunnen we die technologie heel snel in kwaliteit verbeteren. Maar je kunt ook dingen bouwen, zeg maar, om langzaam het door te laten groeien waar we naartoe willen.
En aan het eind van de rit blijkt dat toch super efficiënt te gaan. Op dit moment bouwen we wereldwijd ongeveer 60 windturbines per dag erbij. Dus dat gaat toch behoorlijk snel. En daarvan zijn er 20 offshore. En ja, dat betekent ook dat je dus eigenlijk elke 3 dagen bijna een nieuw windpark aan het bouwen bent. Dus dat zijn wel gewoon dingen die we gewoon goed voor elkaar krijgen. En je ziet ook dat alle plannen wereldwijd heel snel verder opschalen om die snelheid nog verder te kunnen vergroten. Maar dat betekent ook dat als je naar opslag kijkt, je eigenlijk systemen nodig hebt die ook mee kunnen groeien. Want met een klein aandeel aan duurzaam in het systeem heb je nog weinig opslag nodig. En naarmate die capaciteit van die duurzame opwekking toeneemt, zul je ook meer opslagcapaciteit bij moeten gaan bouwen. Dus wil je uiteindelijk ook levelblokjes hebben, zeg maar, waarmee je dat kan doen. En dat doen we aan de ene kant door dit soort buizen, zeg maar, van dat systeem aan elkaar te koppelen. En aan de andere kant zetten we eens in de zoveel tijd daar zo'n verticale schacht in, waarin die pompen en turbines staan. En op die manier kun je zowel, zeg maar, de capaciteit van het systeem uitbreiden als ook het opslagvolume. En kun je het dus mooi hand in hand laten groeien met de capaciteit aan windkracht die we op zee aan het bouwen zijn. Nou, daarmee gaat dat een stuk makkelijker, want ik ben in het verleden veel betrokken geweest met andere energieopslagprojecten. En dan zie je vaak toch dat er wordt gekozen in veel landen om dat dan een punt hydro storage te gaan doen. Dat is op zich hartstikke mooi, maar dat betekent wel dat je gelijk tegen een investering van een paar miljard aan zit te kijken. Datzelfde hebben we in Nederland ook al een paar keer geprobeerd met Plan Dievensen. En dan zie je dat die investering gewoon moeilijk rond te krijgen is. Maar het andere punt is, dat duurt ook minstens 15, 20 jaar voordat die capaciteit klaar is. En dit kun je in orde grootte een paar jaren met elkaar bouwen. En vanaf de planning tot aan de realisatie. En kun je het gewoon moeiteloos mee laten schalen met alle andere capaciteit die je aan het bouwen bent. Een ander belangrijk aspect is dat we geen gebruik maken van rare earth materials. Degene die daar iets nauwkeuriger naar kijkt, zal zeggen, ja, maar de magneten die in jullie pompen en turbines zitten, die zullen ongetwijfeld ook gebruik maken van die rare earth materials. Dat klopt, maar het is totaal wat anders dan dat je van batterijsystemen gebruik gaat maken. En waarbij je grote delen van deze aarde moet gaan gebruiken, bijvoorbeeld om lithium te winnen, wat toch niet het meest milieuvriendelijke is. En ja, dat brengen we ook bij een ander aspect. Dus wij maken gebruik van water als proceswater in het systeem. Mocht dat zo'n systeem ooit lek raken op zee, dan betekent dat ook dat er gewoon water in het zeewater terechtkomt. We gaan er zelfs op zee ook gewoon zeewater voor gebruiken, wat er wel reinigen door bijvoorbeeld te filteren. Dat wil je niet in je systeem hebben om te voorkomen dat er allerlei aangroei van algen of schelpdieren op je turbinebladen plaats gaat vinden. Dus ja, op die manier zeg maar heb je een heel erg milieuvriendelijke oplossing die geschikt is om te gaan realiseren op zee. Hier laat ik nog heel even een plaatje zien, zeg maar, van die modulariteit, van die schaalbaarheid. Je ziet zeg maar, dat je die van die buissecties aan elkaar kunt gaan koppelen. Dus dat is eigenlijk niks anders dan dat je ook in tunnelbouwactiviteiten ziet. Er zijn natuurlijk heel veel onderwatertunnels gebouwd die op een vergelijkbare manier geïnstalleerd worden op zee. Je moet gewoon een gat in de zeebodem baggeren. Daar leg je die buizen in en vervolgens stort je dat zand weer terug. En op dat zand komen die flexibele reservoirs te liggen. De reden waarom je zowel zeg maar het volume als de capaciteit zeg maar kan aanpassen, is dat voor de ene toepassing, als je voor bijvoorbeeld frequentiecompensatie op het elektriciteitsnet wil je hele hoge capaciteit hebben, dus wil je veel pompen en turbines hebben, dan zul je meer van dit soort machinekamers daartussenin gaan plaatsen. En op het moment dat je vooral naar bulk shifting wil gaan kijken, zeg maar, dan wil je vooral heel veel opslagvolume hebben. En is de hoeveelheid turbinecapaciteit die je nodig hebt veel kleiner. En in principe hebben wij het systeem zo gemaakt dat je eigenlijk voor elke business case die je kan verzinnen dat systeem kan aanpassen. En daarmee ook je investeringskosten in balans kan brengen met de opbrengsten uit die business case. Dus dat is voor een offshore windpark ontwikkelaar echt wel cruciaal om dat op deze manier te kunnen doen. Dan toch nog wat meer over die eco-friendliness. Is een ander ding wat je doet is, we verstoren natuurlijk tijdelijk dat zeebed wel. Dus we moeten een gat graven, dat zand moet verplaatst worden en dat moet ook weer teruggelegd worden.
Dat zal natuurlijk wel enige verstoring hebben van het ding. Maar daarna heb je vervolgens eigenlijk een kunstmatig rif gebouwd. Waar nou, wij in onze testen hebben gezien dat daar heel snel heel veel marine leven weer op gaat groeien. En omdat dat mooi ingesloten zit, zeg maar, in zo'n windpark op zee, waar niet gevist mag worden, creëer je daar ineens eigenlijk gewoon een nieuwe kweekvijver voor marine leven. Dus uiteindelijk denken wij dat wij netto een heel erg positief effect zullen hebben op de omgeving. En is het vooral, zeg maar, elkaar goed kijken hoe je dat nou op een zorgvuldige manier kunt installeren, zodat je nou, in ieder geval alleen je tijdelijke verstoring maar een minimaal effect heeft op de omgeving. Nou, volgens mij het stuk van aan die rare earth materials, hè, dat is denk ik op zich iets wat volgens mij denk ik wel duidelijk is dat dat volgens mij heel erg belangrijk is. Hè, maar het gaat ook voor een heel groot gedeelte over de beschikbaarheid van die materialen. Want op het moment dat je iets gaat bouwen van materiaal wat maar een hele bepaalde, voor beperkte hoeveelheden beschikbaar zal zijn op deze planeet, dan heb je wel een mooie oplossing die misschien in een paar demo-projecten gaat werken. Maar wij hebben gezocht naar iets wat wereldwijd uit te rollen is. En ja, we maken plat gezien gebruik van materialen als beton, staal en kunststoffen, zeg maar, om dit te kunnen realiseren. En daar zitten een paar hele mooie aspecten aan. Dus namelijk, het is overal beschikbaar. Hè? Dus het is niet iets waar uiteindelijk we afhankelijk worden van één economie die toevallig die materialen beschikbaar heeft. Maar nee, iedereen heeft die materialen beschikbaar om het systeem lokaal te kunnen bouwen. En nou, dat is ook een belangrijk ander aspect dat wij naar gekeken hebben. Is ja, hoe kun je dat nou opschalen? Nou, die betonnen constructies die zijn significant groot. Hè? Zo'n systeem kan honderden meters tot wel een paar kilometer lang worden. Je kunt ze natuurlijk ook parallel naast elkaar leggen. Dus daar zijn allerlei oplossingen voor om dat netjes te doen. Maar dat betekent wel dat je gewoon ja, veel in betonconstructie moet gaan bouwen met elkaar. En ja, dat kun je natuurlijk veel beter lokaal doen als al die betonnen secties over de hele planeet heen slepen. En dat heeft daarnaast als voordeel dat je dus ook gewoon lokaal werkgelegenheid creëert voor mensen in die constructiebouw. En nou, iedereen een deel van zijn eigen systemen kan gaan realiseren zo. Nou, daarnaast zijn er natuurlijk wel nog steeds heel veel kennis voor nodig om dat te kunnen doen. En ja, denk ik, een van de expertise's die natuurlijk in Nederland en ook in België heel veel aanwezig is, hoe ga je nou dit soort offshore installaties doen? 80% van de wereldwijde baggercapaciteit komt uit Nederland en België vandaan. Dus daarmee hebben we denk ik ook wel gewoon een heel mooi exportproduct neergezet, waarmee andere landen kunnen gaan profiteren van onze kennis en kunde. En kun je dat toch samen doen, waarbij het volgens mij gewoon een stuk makkelijker wordt om dat voor elkaar te krijgen met elkaar. Maar dan is natuurlijk, zeg maar, nog een heel belangrijk punt van ja, is het nou ook betaalbaar? Want ja, opslag is leuk. Maar niemand wil opslag gaan realiseren als dat veel te duur is. Nou, wat je hierin ziet in het plaatje aan de rechterkant is iets wat heet levelized cost of storage. Dus dat zegt feitelijk iets over wat kost het nou om 1 megawattuur een keer op te slaan. En nou, dat is uiteindelijk natuurlijk een functie van het aantal cycli dat je zo'n systeem laat draaien. Maar wat je in de huidige markt vooral ziet, hè, is dat er heel veel gekozen wordt voor batterijsystemen. En die batterijsystemen, ja, die worden over het algemeen ja, minder als 1 keer per dag ontladen. En dat betekent dat die batterijsystemen dat best nog een hele tijd kunnen volhouden. Maar dat betekent ook dat ze gelijk, ja, ik zeg het toch maar, toch een beetje verdoemd zijn tot toepassingen in iets wat Frequency Containment Reserves heet. En dat zijn uiteindelijk reserves die Tenet opgesteld heeft om te voorkomen dat het systeem op een gegeven moment uit balans zou raken. Dus het eerste wat Tenet doet is veilig, zeg maar, het systeem balanceren op de onbalansmarkt. Dat technische term heet dat de AFRR-markt. En op het moment dat die AFRR-markt het niet meer in staat is om onbalans in het systeem te compenseren, dan gaat Tenet als eerste die frequency containment reserves aanzetten om dat probleem op te lossen. En nou, daar is op zich natuurlijk wel significant geld voor beschikbaar. Omdat ja, in één keer een blackout is iets wat we niet met elkaar willen. Nou, dat is natuurlijk enorme economische schade die erachter zit. Maar dat betekent ook dat die systemen uiteindelijk maar heel beperkt ontladen gaan worden. Dat zie je eigenlijk in de meeste economieën terugkomen. Hè, dat die batterijen daar heel geschikt voor zijn. Maar op het moment dat je ze heel frequent wil gaan laden om daarmee die grilligheid van die duurzame opwekking te compenseren, dan ja, wordt dat ingewikkeld om die business case rond te krijgen.
omdat de meeste batterijen niet meer als 5 tot 10.000 cycles kunnen halen. En ja, pumped hydro storage en dus ook ons systeem, dat kan makkelijk een miljoen cycles aan. En dat zie je dus terug in die levelized cost of storage, die wordt echt aanzienlijk goedkoper. Zeker als je meer cycles gaat draaien, als je die komen ziet, als bestaande technologieën. En nou, wat op zich nog mooier is van ons systeem, is dat het zelfs goedkoper is als pumped hydro storage in de bergen. Dus dat is, nou, daarmee denk ik vanuit een kostenoogpunt ontzettend aantrekkelijk als een betaalbare oplossing. En nou, zoals ik al eerder zei, hè, we verwachten dat het minstens 20 tot 30 jaar meegaat. Maar waarschijnlijk is de technische levensduur veel langer. Nou, dan is natuurlijk een ander belangrijk vraagstuk. Is ja, van hoe zit dat dan uiteindelijk met je efficiëntie van je systeem? En nou, dat is iets waar wij de afgelopen 2-3 jaar heel hard aan gewerkt hebben om dat goed te krijgen. Daarvoor hebben we een prototype getest in de Eemshaven. Nou, je kunt er natuurlijk een hele hoop doen, kun je in het lab, zeg maar, om te valideren of dat klopt. Maar er zitten toch wel een aantal dingen in die niet zo makkelijk te simuleren zijn in simulatieomgeving met je CFD-berekeningen. En een van die ongewisse was met name, zeg maar, hoe gaat zo'n flexibele zak zich nou gedragen in een real-life test? En nou, wat je daar eigenlijk van uitziet in het hele systeem, is dat al die verliezen die je met name, zeg maar, in die bladderen en de buizen, zeg maar, die tussen de verschillende reservoirs zitten, die zijn relatief heel laag. Wij als prototype hebben dat niet zo gedimensioneerd dat die verliezen heel klein waren. Die zie je nog dat zo'n beetje 4,6% was. Maar als je dat model bekijkt wat we gebruikt hebben, dan zie je dat spot-on was met het voorspellen van deze verliezen. En daarmee heb je ook een basis gelegd, zeg maar, om het te gaan opschalen naar groottes van vele megawatturen tot misschien wel een gigawattuur aan toe. Nou, dat is natuurlijk voor ons cruciaal om dat aangetoond te hebben. En daarmee zijn we nu ook klaar om de volgende stappen te gaan nemen. En je ziet dat die roundtrip efficiency daarmee uitkomt op zo'n 78%. Dat is in principe ook eigenlijk identiek aan wat je met de huidige pumped hydro storage installaties kan realiseren. En met deze test hebben we dus laten zien dat ook in deze constructie mogelijk is. En is dus eigenlijk alleen de vraag, ja, hoe kun je het systeem groter maken? En hoe kun je dat op een goede manier construeren? Dan misschien heel even toch kort van waar komen wij vandaan. Ergens begin 2014 is het eerste patent aangevraagd voor een geïntegreerd systeem. Het concept is ontwikkeld bij de Universiteit van Groningen. Daar was het beeld dat we een golfenergieconverter gingen combineren samen met dit opslagsysteem. En dat is op zich nog steeds, van ons betreft, zeg maar, wel een hele mooie droom die we gaan weer realiseren. Maar we hebben wel op een gegeven moment gezegd, toen we het bedrijf opgestart hebben, laten we die twee oplossingen uit elkaar knippen. En laten we nou kijken, zodat we die golfenergieconversie lostrekken van de energieopslag. En de ene logica die daarachter zit is, er is gewoon een hele directe vraag aan energieopslag in de markt. Een van de dingen die dat, denk ik, gewoon heel duidelijk maakt, die vraag is er nu heel prominent. Dat is nodig om gewoon het systeem in balans te houden. En de andere belangrijke factor die daar, denk ik, achter zit, is dat op het moment dat jij twee stappen tegelijkertijd gaat nemen, je nooit precies weet waar nou de suboptimale oplossing in zit. Je kijkt dan naar het totale systeem als geheel. En als een van beide oplossingen niet best in class is, dan loop je er ook tegenaan dat je dus eigenlijk beter voor die andere technologie een betere technologie had kunnen kopen die al in de markt beschikbaar is. Dus door ze gewoon van elkaar te scheiden, kan je ze laten concurreren met de andere technologieën die beschikbaar zijn. En drijft al boven water of wat jij dan bedacht hebt de beste is. En natuurlijk zijn wij ervan overtuigd dat wij natuurlijk een supergoed systeem gebouwd hebben voor die offshore markt. Maar uiteindelijk bepaalt de markt of je daar ook commercieel succes mee gaat hebben. Dus dat is voor ons een goede reden om dat te doen.
En dan is er nog een derde gewoon heel praktische reden. Op het moment dat jij een golfenergieconverter naar de markt wil brengen, dan is een van de heel kritische dingen bij het ontwikkelen van zo'n systeem is survivability. Hoe gaat zo'n systeem zich gedragen bij windkracht 12? Je zit daar met zo'n golfenergieconverter altijd in die splashzone te werken. Dus de overgang van water naar lucht toe. Golven kunnen natuurlijk gigantisch groot worden op zee. En dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op je systeem. Daar komen krachten bij vrij, die zijn immens. En als jonge start-up zeg maar dat aantonen, dat is best wel ingewikkeld. Je ziet dan vaak dat de ontwikkeltijd orde grootte 10, 15 jaar is. En als je in 10, 15 jaar tijd geen omzet weet te draaien, dan wordt het denk ik niet makkelijk om een investeerder te vinden die voldoende vertrouwen heeft in jouw oplossing. Wereldwijd zijn er zo'n beetje 250 ontwikkelaars van golvenenergieconversieconcepten. En in 30 jaar tijd is daar nog steeds geen commerciële oplossing uitgekomen. Het concept wat wij hebben, zeg maar, biedt heel veel voordelen ten opzichte van andere systemen die er zijn. Maar we hebben gezegd, we gaan eerst die batterij nu naar de markt brengen. En dan pas gaan we verder met het commercieel ontwikkelen van die golvenenergieconverter. Dat doen we nog wel het nodige aan in samenwerken met de universiteit als meer R&D-activiteit. Maar het is een andere issue. Dan zitten we, als we dan verder in onze tijdlijn kijken, hebben we inmiddels 3 patenten aangevraagd. We hebben de nodige prijzen gewonnen. En we zijn heel druk nu bezig om het systeem verder te gaan ontwikkelen. Om het ook op de markt te kunnen gaan zetten. Voor ons is zeg maar de eerstvolgende logische stap om dat te kunnen doen. Dat is eigenlijk het demonstreren van zo'n systeem in een zandafgraving. En het ontwikkelen van dat systeem in die zandafgraving, dat gaan we waarschijnlijk doen in Sellingen. We zijn nog bezig met de vergunningaanvraag, dus dat weten we nog niet zeker. Maar daar is op zich een hele mooie locatie waar dat kan. Alle partijen die zijn nu in principe min of meer met elkaar in overeenstemming dat gaat lukken. Hebben we een testlocatie gevonden waar we dat eigenlijk gewoon eens in alle rust kunnen gaan oefenen, zoals ik altijd maar mooi zeg. Want dat oefenen is denk ik wel belangrijk. Je gaat gewoon een heel groot systeem bouwen, dat gaat een paar honderd meter lang worden. En als je dat direct offshore wil gaan doen en je weet nog niet precies hoe dat proces daaruit komt te zien, dan loop je er tegenaan dat op het moment dat je nog vergeten bent, zeg ik altijd maar plat, om ergens een boutje aan te draaien. Ja, dan zit je eraan vast dat je weer een schip moet gaan huren om dat te gaan doen. En dat gaat gewoon met prijzen vanaf €20.000 per dag. Dus dat levert gewoon een heel groot financieel risico op als start-up om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat heeft ons ook direct geleerd zeg maar, dat er eigenlijk nog een tweede markt is voor ons product, namelijk die markt van drijvende zonneparken. En op deze zandafgraving ligt een systeem van een totaal 48 megawatt piek groot. En de netwerkconnectie die daar ligt, die is eigenlijk veel te klein om al die capaciteit op het elektriciteitsnet te krijgen. Maar de ontwikkelaar van dat park GroenLeven, die moet nog een paar jaar wachten voordat die aansluiting groot genoeg is. Dus die zien daar wel brood in om in ieder geval dat opslagsysteem te kunnen gaan gebruiken. En de andere partij die daar de zandwinning doet, die wil eigenlijk heel graag overschakelen op volledig duurzame elektriciteit. En die combinatie van die twee die gaat dat waarschijnlijk mogelijk maken. En dan kan het baggeren gewoon gedaan worden op duurzame stroom uit het zonnepark. En kan die niet alleen maar draaien om 12 uur 's nachts of 12 uur 's middags als de zon schijnt. Maar kun je eigenlijk zorgen dat gewoon tijdens al hun productieuren er duurzame stroom beschikbaar is. Maar dat is denk ik gewoon een hele mooie combinatie. We hebben ook gekeken in Nederland. Er zijn ruim 500 zandafgravingen waarin je zo'n systeem zou kunnen bouwen. Waarschijnlijk zijn er in ieder geval meer dan 100 geschikt om dat te gaan doen. En daar op heel veel van die plekken zijn ook inmiddels plannen om daar drijvende zonneparken te realiseren. Maar goed, dat vond ik zelf al best een openbaring dat daar zoveel locaties in Nederland alleen al zijn.
En ja, wereldwijd zeg maar, zie je natuurlijk dat er heel veel drijvende zonneparken gerealiseerd worden. Die worden natuurlijk ook inmiddels gebouwd op zee. Dus dat is gewoon een andere markt zeg maar, waar ons systeem ook heel erg geschikt voor kan zijn. Dan hebben we hier een stukje van onze roadmap. Dat prototype wat je aan de linkerkant ziet, dat hebben we eigenlijk dus de afgelopen 2 jaar getest en gedaan in Groningen Seaports. Daarmee hebben we laten zien dat het systeem schaalbaar is naar de groottes die uiteindelijk voor utility scale nodig zijn. We zijn nu heel druk bezig om dat project in die zandafgraving te gaan doen. En onze grote droom is natuurlijk om dan zo'n systeem offshore te gaan testen. Daar zijn we natuurlijk nu aan het kijken zijn naar de mogelijkheden die ervoor zijn. We hebben inmiddels aandacht van, ik denk, alle grote offshore projectontwikkelaars gekregen nadat we die 6 Best of Innovation Award gewonnen hebben. Dus wij verwachten wel dat de kansen gaan ontstaan om dat systeem te gaan testen. Dan wel ergens in een bestaand park. Dan wel dat we gaan meedoen met een tender, zeg maar, voor een van die nieuw te bouwen parken. Het liefst zouden we dat natuurlijk in Nederland doen. Dat is natuurlijk ontzettend fijn als we dat in onze eigen achtertuin kunnen doen met ook alleen maar Nederlandse partners. Maar we kijken natuurlijk naar gewoon een oplossing die wij ontwikkelen voor de wereldmarkt. En onze ambitie is op in ieder geval 10% van die markt te gaan pakken. En dat is op zich dus een niet onaanzienlijke ambitie die er staat. Als je ziet dat er 1200 gigawatt aan windcapaciteiten gebouwd gaat worden. Wat exact de offshore storage capaciteiten die daarvoor nodig is. Daar zijn nog niet zo heel veel studies naar gedaan. Maar dat zal in de orde grootte liggen van minimaal 20% van die productiecapaciteit. Je hebt echt wel over een enorm grote markt. En dit zijn ook systemen die kosten natuurlijk uiteindelijk miljoenen. Ik zeg altijd, maar op het moment dat jij dat op schaalgrootte gaat bouwen van een complete offshore windpark. En dan praat je toch over investeringen die vergelijkbaar zijn met zo'n steppenwezen van ASML. Ik weet niet of wij zeg maar de volgende unicorn van Nederland gaan worden. Maar de potentie die is in ieder geval aanwezig. En we moeten denk ik met elkaar gaan zoeken hoe we die kansen eruit gaan nutten. Dan misschien toch nog eens heel even terug naar naar de achterliggende business case. Kan dat nou uit om zo'n opslagsysteem erbij te zetten? Wat wij gedaan hebben is, we hebben gekeken feitelijk naar een business case die je in de huidige markt zou kunnen realiseren. Daarbij doen we een aantal dingen. Het eerste waar we naar kijken is uiteindelijk om te zorgen dat die output van dat windpark controleerbaar wordt. Dus zorgen dat je compenseert voor alle forecast errors die uit dat systeem komen. En dat je de output kan controleren zodat je niet per definitie exposed bent aan de risico's die je op de verschillende energiemarkten loopt. Dus dat is een uitermate belangrijke waardedrijver denk ik voor de verschillende energieleveranciers. Dat is natuurlijk ook met de verschillende partijen ook gevalideerd of dat zo is. En dus dat is een punt. We hebben ook gekeken naar dat je hier voorkomt dat je de wind gaat zitten kortelen. Daarnaast hebben we gekeken zeg maar, of er dan ook congestie op het elektriciteitsnet plaats gaat vinden. Dus zorgen dat je ook die pieken op het net gaat beperken. En dat kan natuurlijk de kabel naar land zijn. Maar je ziet in de meeste gevallen dat de congestie eigenlijk pas veel verderop in het systeem plaatsvindt. En doordat je dat direct aan de bron kan sturen, zeg maar, kun je dus ook de stroom de goede kant uit routeren. En Tennet helpen om te zorgen dat die netbelasting op een goede manier plaats gaat vinden. En dan als laatste component die daarin deze business case berekening zit, is nog arbitrage gewoon op de elektriciteitsmarkten. Je kunt natuurlijk gaan zitten arbitreren op de day-ahead-markt, maar ook op de AVR-markt. En op die manier kom je tot een positieve business case die in de orde zit zeg maar van ongeveer 2,5 keer de investering die je doet. Met een terugverdientijd van ongeveer 8 jaar. Dus dat is voor een gemiddelde utility investering een supermooie business case. En op het moment dat die levensduur nog veel langer is, dan zul je natuurlijk nog veel meer gaan terugverdienen. Ik had een paar keer de vraag gehad van waarom zie je dan hier een plaatje staan dat die tijdslijn vanaf 2015 loopt.
Wat we gedaan hebben is, we hebben zeg maar dat tijdswindow van de eerste 5-6 jaar gebruikt om gewoon bestaande marktdata te gebruiken van hoe die markt zich gaat ontwikkelen. En we weten met z'n allen dat de flexibiliteit en de fluctuaties op de verschillende markten toe gaan nemen naar de toekomst toe. Maar het aantal exacte prijsvoorspellingen, hè, die tijdseries geeft over hoe dat dan min of meer in real time zal gaan, ja, die zijn beperkt. Dus we hebben daar gebruik gemaakt van forecasts van DNV. En dan zie je in ieder geval wel, hè, dat de opbrengsten in de toekomst verder gaan toenemen. Of die curve die je aan de rechterkant ziet, nou precies deze kromme gaat kennen. Of dat die misschien nog iets steiler zal gaan lopen. Dat gaat de toekomst ons leren. Hij zal waarschijnlijk in ieder geval niet vlakker gaan lopen als waar we nu zitten. Want dat zou wel heel bijzonder zijn dat met de intermitterende bronnen het systeem in één keer stabieler zou worden als dat het nu al is. Dus die verwachting die kun je wel redelijkerwijs uitsluiten. En daarmee weet je in ieder geval zeker dat dit zo'n beetje de ondergrens zal zijn van de opbrengsten die je kan genereren. Dit is zeg maar een business case die met de huidige marktconstructie te realiseren is. Een van de belangrijke toegevoegde waardes die wij ook kunnen bieden is Blackstart Power. En waarom noem ik dat? Hè? Het leveren van die Blackstart Power is uiteindelijk cruciaal om ervoor te zorgen zeg maar, dat we ook het systeem weer kunnen herstarten op het moment dat er een blackout plaats gaat vinden. En naarmate natuurlijk de capaciteit op zee gaat toenemen, wordt ook het hebben van die capaciteit op zee veel belangrijker. Er zijn inmiddels wel windturbines te koop die zeg maar blackstarts kunnen ondersteunen. Maar is nog steeds ergens een opwekker nodig, zeg maar, die eerst de 50 hertz op het net zet, zodat de rest daarop kan synchroniseren. En doordat je in die ocean batteries gewoon roterende massa hebt met die turbines, kan je met de ocean battery die capaciteit gaan leveren en wordt daarmee ook uiteindelijk het herstarten van het net daarmee een stuk simpeler. En ook dat is zeg maar natuurlijk een waarde zeg maar, die je eigenlijk moet incalculeren, die in deze berekening niet meegenomen is. Voor de rest kun je als ook andere business cases ook nog wel kijken naar reeds bestaande windparken. Meestal worden die concessies voor zo'n windpark verleend voor zo'n beetje 40 jaar. Maar de levensduur van in ieder geval de huidige turbines is orde grootte 20 jaar. En dat betekent dat wat je nu bouwt, met ook de netaansluiting die daar staat, als je 20 jaar verder bent, die windturbines vervangen moeten gaan worden. Maar in die 20 jaar tijd zullen de capaciteit van die turbines enorm toegenomen zijn. Dus dan heb je twee oplossingen. Ofwel zeg maar, je gaat maar de helft van die capaciteit uitnutten. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat je dan een nieuwe kabel naar dat park toe gaat trekken. Maar wat is nou mooier als je de opslagcapaciteit bijzet en gewoon het aantal windturbines in datzelfde kabel kan vergroten. En dan ook gelijk de opwekkingscapaciteit in diezelfde kabel kunt maximaliseren. Zodat je gewoon de grootste opbrengsten per vierkante kilometer hebt. En doordat je dan opslagcapaciteit eraan kan toevoegen, zeg maar, kun je dat weer mooi passend krijgen met elkaar. En daarmee ook het maximale halen uit die de ruimte die je daar beschikbaarheid hebt om duurzame energie op te wekken. Er zijn nog wel meer toepassingen denkbaar. Hè. Ook een van de dingen waar nog naar gekeken zal moeten worden is hoe gaan we nou uiteindelijk compenseren zeg maar, voor blindstroom die ook zal ontstaan zeg maar, op het offshore net. Op het moment dat daar HVDC-koppelingen gaan komen om die naar land te brengen, zeg maar. En dan zul je reactive power moeten gaan leveren offshore. En ja, ook dat is iets wat je natuurlijk ontzettend mooi met zo'n hydroturbine kunt leveren. En daarmee kun je natuurlijk zorgen dat je uiteindelijk zeg maar, zoveel mogelijk van de elektriciteit die je opgewekt hebt ook effectief kan gaan inzetten op land. Die matching is zeg maar in de huidige AC-koppelingen nog niet zo relevant. Daar kun je nog wel een tijdje het net wat verder overbelasten en die compensatie deels op land doen. Maar op het moment dat je dat op een HVDC-verbinding naar land wil gaan brengen, ja, dan gaat dat gewoon niet lukken. Dus ja, wij zien heel veel nut en noodzaak voor het op gaan slaan van de energie op zee. Misschien nog even ook terug naar die mogelijkheid zeg maar voor elektrolyse.
op het moment dat je zeg maar elektrolyse wil gaan doen op zee. Nou, dan zit je met een aantal uitdagingen te kijken. De eerste is natuurlijk, ja, de technologie is eigenlijk nog niet klaar voor het opschalen. En nou ja, wij zijn daar min of meer nu klaar voor. En op het moment dat dat project in die zandafgraving gerealiseerd is, dan kunnen wij dat zeker. Nou, dat duurt nog een jaar of twee voordat het project klaar is. Dat hangt een beetje af van wanneer we de vergunningen krijgen voor de bouw. Ja, maar dan kunnen wij in principe eigenlijk wereldwijd gaan opschalen met de technologie. En ja, dat moeten we gecontroleerd doen, maar dat geldt natuurlijk voor elke technologie die je gaat inzetten. Nou, bij waterstofconversie is daar nog wat meer voor nodig voordat die opschaling nodig is. En ik denk ook wel dat het een en-en optie is. Want op het moment dat je namelijk eerst jouw stroom gaat zitten bufferen in een batterij zoals die van ons. Dan kun je die electrolyzers voorzien van een constante stroom. En daarmee neemt de efficiëntie van dat proces enorm toe. Maar wat ook vanuit economische oogpunt natuurlijk enorm belangrijk is. Dat je ook gewoon het aantal vollasturen van zo'n electrolyzer gaat maximaliseren. En de huidige berekeningen laten zien dat je zo'n 4.500 vollasturen met een electrolyzer zou kunnen gaan draaien op wind. Ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk toch niet voldoende om zo'n business case rond te krijgen. En vandaar dat je ook ziet dat die prijs van waterstof, groene waterstof die op zee geproduceerd wordt in de Noordzee relatief duur is. En ik denk dat een ander belangrijk voordeel is als je de buffering met een batterij op zee doet, dan kun je die electrolyzers ook op het land plaatsen. En dan komt ook de zuurstof en de warmte die daarbij vrij als restproduct beschikbaar op de markt. Dat wordt denk ik toch heel lastig als je ook die zeg maar naar land zou willen transporteren. Dus de waterstof zelf, dat kan wel door nieuwe of bestaande gasleidingen getransporteerd worden. Maar dat ga je niet met de zuurstof en de warmte zitten doen. En dat zou anders verloren gaan. En door dat op land neer te zetten, wordt dat volgens mij een stuk makkelijker. En zit je ook niet met de uitdaging van ja, hoe je al die electrolyzers dan op zee gaat plaatsen. Want dan moet je dan weer of een eiland voor gaan bouwen of een heel groot platform al die dingen neer te zetten. Dat is super ingewikkeld. En in ieder geval wij denken dat met name de synergie tussen die twee oplossingen er is. En dat het eigenlijk helemaal geen concurrentie is. Een seizoensopslag is heel wat anders dan een tijdelijke opslag van minuten tot hooguit een paar dagen. En die twee dingen kunnen dus prima met elkaar samengaan. En daarmee ontstaan er ook weer gewoon nieuwe opties. En ook nieuwe opties om het Nederlandse energiesysteem veel efficiënter te maken. Daarmee heb ik denk ik wel zo'n beetje alles verteld wat ik in ieder geval aan jullie mee zou willen geven. Nou, nog één klein ding is dat onze CTO Marijn van Rooy, die is genomineerd voor die Prins Viso Award. Ik denk in ieder geval dat hij zeker een van de gedoodverfde kandidaten daarvoor is. En als jullie het eens zijn met de stelling dat hij die prijs zou moeten winnen, dan staat hieronder ook de link om op hem te kunnen stemmen en te zorgen dat hij de winnaar gaat worden. Dat laat ik graag aan jullie over. Maar die kansen wil ik toch niet ontnemen om daar nog even de aandacht op te vestigen. Goed, Frits, dankjewel voor deze presentatie. Vrij uitgebreide presentatie. We hebben helaas nog 2 minuten voor vragen te behandelen. Ik dacht dat we wat meer tijd zouden hebben, maar er waren wat vertragingen links en rechts. Ik ga er even snel doorheen. Een aantal mensen hebben wat gevraagd over de efficiëntie. Je hebt aangegeven 80% en je hebt ook aangetoond dat het een beetje... 78% werd in de sheet gebruikt. Ja. Ik hoop dat voldoende antwoord geeft op de mensen die vraag gesteld hebben. Er waren wat vragen over hoog-lage regenmeer in Zuid-Afrika, waarbij de efficiëntie hooguit 60% was. Gebruiken jullie andere materialen of meer efficiënt? Nee. Ja, een van de lastige dingen, zeg maar, is hoe krijg je die roundtrip efficiëntie goed? Ja. En dat heeft heel duidelijk te maken met de dimensionering van je systeem. Ik kan daar niet al te veel over zeggen hoe wij dat precies opgelost hebben, want dat is onderdeel van een van onze lopende patentaanvragen. Dus ik wil het op een later moment graag nog een keer toelichten aan mensen op het moment dat dat patent verleend is. Maar dat is echt wel inderdaad niet triviaal hoe je dat doet. Even kijken, levensduur van die plastic blazen en hoeveel kom je stuk varen? Was een vraag van Alex Boesekool. Het stuk varen zeg maar is wel een soort van issue. Dus als iemand een anker zou gaan uitwerpen midden in zo'n ding, dan gaat het gewoon kapot.
Het voordeel is, het is maar een klein onderdeel van de kostprijs van zo'n systeem. Dus je kunt ze relatief makkelijk weer vervangen. Je hebt natuurlijk ook een hele hoop van liggen. Dus je maakt dan altijd maar een deel van de capaciteit kapot. Maar dat kunnen we niet oplossen. We kunnen wel een vaarverbod in laten stellen, zodat je daar niet boven mag varen. Maar dat is niet te doen. Nou, misschien zou je er wat bescherming overheen kunnen zetten. Ja, dat zou zeker kunnen. Wat is het hoogteverschil tussen de blazen en de cilinders? Dus zeg maar, wat op de zeebodem ligt en hoe diep gaan die reservoirs erin? Ja, maar dat is nog wel een interessant punt. Wij hebben gezien dat ongeveer het economisch optimum ligt tussen de 60 en de 100 meter. Dus moet diepte sleuf gebaggerd worden. Ja, nou ja, goed, bij 60 meter, hè, dan heb je natuurlijk eerst de 30 meter of 50 meter waterdiepte. Dus het zal ergens tussen de 30 en de 60 meter zijn dat je zo'n sleuf wil baggeren. Er is op zich voldoende baggercapaciteit om tot 150 meter te kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk wel onderdeel van je vergunning. Hè. Je moet dan veel meer zand gaan verplaatsen. En daar zullen we echt wel met elkaar naar moeten kijken wat nou acceptabel is. Maar de mooie is in ieder geval, we kunnen dat altijd economisch uit laten zijn. En op het moment dat het iets dieper kan, dan levert het wel wat economisch voordeel op. Maar dat verschil tussen die 60 en die 100 meter diep vanaf het wateroppervlak, die is beperkt. Dus omdat je dieper gaat, moet je op een gegeven moment ook die buizen gewoon sterker gaan maken in constructie. Ja. Dus dat is een soort van economische balans waar je dan uitkomt. En dat is niet een heel groot verschil. Ja. Een vraag van Wesley de Groot. Stel dat je een standaard module hebt van 20.000 kub. Stel te bieden van 50 megawatt, 15 megawatt. Hoeveel uur draaien kan je opslaan? Die 20.000 kub is een beetje ingewikkeld voor mij om uit mijn hoofd te doen. Dus dat zou ik even zo niet weten. Want we hebben inderdaad al eerder met die volumes zitten rekenen. Maar we hebben inmiddels dat wat aangepast in onze metrics. Dat we gewoon gezegd hebben, we bouwen buisunits orde grootte van 10 megawattuur. Maar ik heb zo niet als parate kennis hoeveel volumeinhoud daarin zit. Ja, misschien ook wel goed te weten dat wij zullen de vragen in ieder geval naar je toe mailen voor antwoorden. Dan willen we de mensen ook dat antwoord nog een keer meedelen. Of de mensen kunnen contact met je opnemen voor dit soort vragen. Want we lopen helaas uit de tijd. Ik word heel streng toegesproken door mijn baas Henk Baart in deze. Ik had nog vragen willen stellen van Jan-Kees Scholten, van Tom Takema, van Elke, van Rob van Kempen. Kees van der Wielen, allemaal interessante vragen. Maar helaas, we zijn uit de tijd gelopen. Ik hoop niet dat jullie ons erg kwaad nemen. Er komen nog wat vragen binnen. We zullen de vragen bundelen en naar je toe, mede Frits. Daar kan je in ieder geval naar kijken. Ja. En dan probeer je een antwoord op te geven. Even kijken hoor. In ieder geval, bedankt voor je interessante verhaal en de beantwoording van de vragen voor zover. Als dank ontvang je binnenkort een bol.com cadeaubon. Die wordt je nagezonden. En er is een Q&A beschikbaar en de verwijzing naar het rapport op internet komt hierna in beeld. De volgende sessie voor ons lunchwebinar, de Kiwi lunchwebinar, is 16 maart. We hebben dan zeker een spreker, maar de invulling is nog niet volledig. Houd de kiwi.nl in de gaten onder de kop activiteiten. Daar wordt dat bekendgemaakt. Een prettige middag en tot ziens. En Frits, hartstikke bedankt voor je interessante verhaal. En ik zie ook in de chat dat daar leuke reacties op binnenkomen. En dat mensen toch weer een interessante lunch hebben meegemaakt. Nou, graag gedaan. En ik zal reageren op alle vragen die er nog onbeantwoord gebleven zijn. Goed zo, bedankt. En bedankt iedereen voor het deelnemen.